Goedemorgen. Goeiedag, heer Broekman. Wat bent u aan het doen? Ja, jong Folders, he, voor de vergadering van Nije Wieken. En we gaan Nije Wieken even van beleidszaal, maar daar hebben we al hier geworden van. Oh, ja. En hier een thema door verder en wie ben we Folders bij ons. Ja, dus ja. U hebt er maar druk mee. Nou, valt hij, hebben we al hier een beetje. Ja, hè? Ja. Want er zijn nog heel wat leden, toch? Ja, 60, hè? 60? Ja. Dus, er gebeurt heel wat bij de Gerendaal. Ja, maar ook een vier erop, ja, Roos komt. Hoor. Ja, hè? Ja. Ja, dan is de rommel weg. Dus alles is weg. Alles helemaal weg. Nou, mooi niet. Ja, zie. Beste mensen, Broekman, hè? Everything I do is wrong. It's in my brain, disintegrated. Devil, I sing my song. And this cannot continue. This cannot go on. Ja hoor. Allereerst mijn beste wensen voor jullie allemaal. Fijn dat jullie met één begin van het nieuwe jaar hier als bestuur weer zijn. Allemaal vrijwillig, niemand van ons wordt betaald. En ik hoop eigenlijk dat de beelden die nu opgenomen worden, dat die ook een keer vertoond worden aan de heren en dames politici. Zodat ze kunnen zien hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die onbetaald hier jaren achtereen soms vrijwilligerswerk doen. Als wij er niet waren, zeg ik nou eventjes heel trots, dan donderde hier de hele boel in elkaar. Als ik ja, want wij zorgen voor het sociale cement in de samenleving. Nou, ongetwijfeld, als men dit filmpje ziet, zal men zeggen van alle partijen, van links tot rechts, dat moeten we steunen. En misschien moeten we er een beetje extra steun aan verlenen. We beginnen dit nieuwe jaar op een goede manier, meneer Broekman, want onze activiteiten hebben zich bij de jaarwisseling alleen maar uitgebreid. Ja, dat klopt, meneer. We hebben een biljartgroep erbij gekregen. Ja. We hebben een kaartgroep erbij gekregen. We hebben een jongerengroep erbij gekregen. En ik heb horen zeggen dat er ook weer een teken- en schildercursus gaat starten. En de huiswerkbegeleiding gaat dit jaar ook weer verder. En er was al een kaartclub hier, maar sommigen zeggen we willen hier graag ook nog een koor huisvesten. Dus al met al krijgen we hier een breed scala aan activiteiten. Well, everybody knows that I go for those long, wicked blonde-haired girls. And they always take real good care of me, too, you know.
I've got myself this brand new long blonde animal now. Every morning when I wake up and I see that beautiful blonde hairline on the pillow next to me, I just can't stop. I gotta do it. Je hebt zonnetje erbij, hè, Kooistra? Ja, dat is lekker weer. Daar doen we het voor. Nou, kom goed voor elkaar, zie ik wel. En echte vakmanschap, hè? Ja, zeker. I do it right away, you know what I mean? I gotta sing. Heer Broekman. Wat gaat er gebeuren? Nou, dat is van alles. Hè. We moeten het elektrisch. Van de walcel het even aan. De vloerbedekking moeten we nog even leggen. De plinten nog eventjes vastmaken. Nou, en dan vinding stuts, hè. Dat is dus het stipje even op i. Dus het is bijna klaar? Het is voor 95% rond. Zo. En u deed elektrisch? Meneer zegt het en dan zal dat wel waar wezen. Ik doe mijn best. Meer als het is je best gedaan. Nou, mooie succes, mannen. Dank tot u. Kijk, hè. Tot kijk. Eerst losgewaterpast. Ja. Dan ga ik nu de lijp laden terwijl ze vastzitten, ook weer waterpassen. Dus totaal worden ze nu 3 keer gewaterpast. 1 keer het houtwerk, 1 keer de lijplaat los en 1 keer de lijplaat vastzit. Ja, wordt 3 keer gewaterpast. Ja, mooi. Ik ben een zeer tevreden man. Ik ben een zeer tevreden oud-voorzitter. En als ik dit zo om me heen zie, dan is iedereen is hier heel tevreden mee dat dit zo gelopen is. En dat we hier zo'n prachtige accommodatie gekregen hebben als hier aan de Gerardouw. Dat is voortreffelijk. Dus dit was een kwestie van eindgoed, al goed. We hebben allerhande troubles gehad. Met onder andere een ene meneer Hiemstra, je weet er alles van. En nou we dit dus hier voor elkaar hebben, we hebben hier met geen mens meer wat te maken. We zijn eigen baas en we hebben er met elkaar hier iets moois van gemaakt. Dus we gaan nou straks met zeer veel plezier gaan we hier aan het biljart. En ik hoop dat we dat met elkaar nog jaren kunnen doen. Dank u wel. Hey, wel voor? Overal voor. Ja. Oh, voor, denk ik wel. En dan zand erover, hè? Denk erom. Nou, dan moet je rustig. Ik mis die al. Ja, maar dat is al wel opgelost. Ik kwam een uurtje later. Du brauchst das Gefühl, frei zu sein. Niemand sagt, du fängst. Es war total Liebe pur. Manchmal frag ich mich, warum du? Du hast mich tausendmal belogen. Du hast mich tausendmal verletzt. Ich bin mit dir so hochgeflogen. Zit de kastjes in, hoor. Zit de kastjes in, voorzitter? Ja, zit de kastjes in.
De vicevoorzitter is nog drankloos. Ja, hè? Ja. Maar hoe vond u de zaal? Ik heb hem nog niet bekeken. Ik stap hier net binnen, dus dat ga ik zo meteen even doen. Het is in ieder geval warm hier. En een, goede kroeg moet er altijd warm zijn, hè? Ja, ja. Want dan drinken de mensen veel. Voorzitter van de biljartclub Huizen. Sinds wanneer? Sinds april vorig jaar in de jaarvergadering benoemd. De heer Hiemstra was niet de meest inschikkelijke persoon. Had weinig interesse voor de biljartclub. Ook niet voor de mensen die bij de biljartclub betrokken waren. En het was dus moeilijk praten met de man. Als je met hem in een vergadering zat, kon je aan zijn houding wel zien dat hij totaal geen interesse voor het gesprek had. En hoe eerder het afgelopen was, hoe liever het hem was. Was er nog een alternatief? Op dat moment niet, want ze beloofden wel van het Zwol dat men ons zou helpen bij het zoeken naar een andere locatie. Maar dat waren loze woorden, want er kwam in de praktijk niks van terecht. We hadden het geluk dat we in contact kwamen met het wijkbestuur hier van de Gele Dauw. En toen dat gesprek één keer geweest was en er wel interesse bestond, zijn we gezamenlijk naar mevrouw Hafkamp, wethouder van Leeuwarden geweest, gevraagd of ze medewerking wilde geven. Dat wou ze wel. En vandaar dat we dus na verloop van tijd hier terecht konden, althans ruimte konden krijgen. Wel met het uitdrukkelijke verzoek dat we zelf voor de verbouwing moesten zorgen, dat de gemeente geen geld beschikbaar had. Maar niet alleen ik moet gefeliciteerd worden, ik denk dat dat geldt voor alle leden van de club. Want daar is een prachtig stuk werk gedaan door een groot deel van de vrijwilligers in de vorm van het verven, het afbreken van een muur, ja, noem maar op. En we hebben dankzij hulp van anderen 3 nieuwe wedstrijdbiljarts, dat wil zeggen nieuw in de zin van volledig opgeknapte biljarts. Dus uiteindelijk, nu we hier 1 keer zitten, zijn we er beter van geworden. En ik geloof dat iedereen in de vereniging of in onze club blij is met de verhuizing uiteindelijk van de Dirk Boutstraat naar de Gerendaal. Omdat we hier meer en beter...